In het kader van het stimuleren van projecten ter bescherming van de natuur en het milieu zijn enkele functionarissen van het ministerie van ROM getraind. Tijdens deze sessie heeft centraal gestaan de communicatie- en bewustwordingsstrategie vanuit het ministerie in het kader van klimaatverandering en milieu. Het doel van deze training is om het ministerie te versterken wanneer het aankomt op het toetsen van ingediende projecten die gerelateerd zijn aan klimaatverandering en milieu. Een legale landingsbaan ten Afanavero, die voor illegale landingen gebruikt werd, is door het Openbaar Ministerie op 1 december onklaar gemaakt. Het Openbaar Ministerie is heel duidelijk in het beleid voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Met gebruik van explosieven zijn de afgelopen periode in totaal 4 landingsbanen onklaar gemaakt door het justitieel interventieteam met ondersteuning van het Nationaal Leger. Het Openbaar Ministerie wil wederom benadrukken dat alle illegale landingsbanen onklaar gemaakt zullen worden. De SLM heeft gisteren een leaseovereenkomst getekend met AirCap. De maatschappij zal een B737-800 leasen dat ingezet zal worden op de regionale route. Het toestel is in Arizona in de Verenigde Staten. De afgelopen 3,5 maand hebben alle actoren met verenigde krachten gewerkt aan het realiseren van het in eigen beheer hebben van de B737-800.